Hallo iedereen bij deze leuke Valentijns DIY. Vandaag gaan we wijnglitterglazen met je naam erop maken. En wil je graag weten wat ik allemaal gebruikt heb, kun je natuurlijk ook onder in de beschrijving vinden. Ik gebruik hiervoor een wijnglas, blanke spuitlak, creapots of modgepodge eigenlijk, schildersteep, een kwast. Ik gebruik een stukje papier om onze glitter op te vangen, een zakje en natuurlijk glitters. En ook gebruik ik zelf uitgesneden letters van vinyl. Je kunt natuurlijk ook vinyl letters zelf uitknippen met mijn tutorial. En je kunt het natuurlijk ook gekocht bij iemand een sticker kopen. Nou, we gaan eerst beginnen door ons zakje af te knippen. En daarmee gaan we de bovenkant van het glas afdekken. Dat als ik er glitter en modpotje omheen doe, dat het niet vies wordt. En ik herhaal het nog een keertje. Als je wil weten wat ik allemaal gebruikt heb, kun je het ook even onder in de beschrijving vinden. Want daar schrijf ik altijd alles in op. Als ik het randje mooi heb afgeplakt en het zakje heb afgeplakt met de bovenkant, goed even aanduwen, kunnen we zo natuurlijk modpotjes gaan gebruiken. En je kunt hier iedere glitter voor gebruiken die je zelf mooi vindt. En de creapotjes of de modpotjes gaat er gewoon een laag overheen. Die kwast ik helemaal in en daarna strooi ik de glitters eroverheen. Als het dan iets gedroogd is, gaan we nog een laagje eroverheen smeren. En ik gebruik dus een stukje karton wat ik door midden heb gevouwen, waar ik het op uitgiet. Dan kan ik alle glitter die overblijft terug in het potje stoppen. Eigenlijk mijn glitter in een makkelijk strooibosje heb ik ooit een keer op de markt gekocht. Kijk, en dan strooi ik zo een hele mooie laag eroverheen. Zorg dat alles goed bedekt is. En dan kan ik dus door het zakje het later teruggebruiken. Dus ik duw het nog even goed aan. Als het dan een beetje gedroogd is, een minuutje of 10 ongeveer, gaat er nog een tweede laag modpotje overheen om hem in te lakken. En als er straks twee lagen blanke lak overheen hebben gespoten, dan zit hij echt goed vast. Dan moet je gewoon heel voorzichtig kwasten. En dan zijn er plekken waar je nog een beetje vergeten bent, of in ieder geval de glitter nog niet genoeg zit, doe je gewoon een beetje glitter erbij kwasten. En ik heb deze glazen al eerder gemaakt en ik kan ze gewoon wat kant afwassen. Er is nog geen stukje glitter losgekomen op deze manier. Dus het werkt ideaal. Kijk, dan hebben we de hele bodem afgeglitterd. En na ongeveer een dag wachten is dit mijn onderkant geworden van mijn wijnglas. Ik ga hem nou dus inspuiten met de blanke lak. Die komt bij de Action vandaan. Dus gewoon standaard blanke lak. En doe ik gewoon 2-3 dagen over de glitter heen. En dan weet ik gewoon zeker dat de glitter goed ingelakt zit. Ik heb het ook met vernis geprobeerd, maar dat werkte niet zo goed. Je hebt echt de spuitbus blanke lak nodig. Dus seal je hem echt helemaal mee in. Nou, dit lettertype die ik zelf uitgesneden heb met mijn Cricut is Monogram KK. En Gabriella, ik zal het ook onder even in de beschrijving neerzetten. Het is met een plottermachine gebeurd. Je kunt het ook met de handen als je wilt. Je kunt het ook bij iemand bestellen. Het is net wat je zelf wilt eigenlijk. En ik heb ook een tutorial waarin ik laat zien hoe je dit moet doen. Ik gebruik schildersteep om het over te plakken. Ik doe de schildersteep even op mijn arm. Om de erg plakkerigheid eraf te halen. Plak hem over mijn vinylsticker heen. Trek hem omhoog. En ik heb mijn naam dus in het zwart en de grote C in het blauw, waardoor het mooi combineert. Dan plak ik het zo eroverheen. Pak ik natuurlijk een beetje meer schildersteep om zo meteen op het glas te plakken. En zo krijg je echt een heel leuk effect. En ik vind het hele mooie glazen. Het zijn natuurlijk super leuke cadeautjes om bijvoorbeeld ook aan je ouders te geven. Of aan je moeder te geven, of natuurlijk gewoon voor jezelf, of natuurlijk voor degene van wie je houdt. Het is gewoon een superleuk cadeau. En ik heb er tot nu toe ook heel veel leuke reacties op gehad. Dan ga ik mijn vinylsticker erop plakken. Gewoon even erop aanduwen. En dan ga ik met mijn vinger eigenlijk erop strijken. Je kunt het met een pasje doen, of met een muntje, maar ja, dit is zo niet plakkende schildersteep dat hij heel snel overplakt. En voor zo'n klein stukje is dat heel makkelijk gedaan. En dan trek ik voorzichtig aan mijn schildersteep los. En was ik op het einde vergeten even de L vast te maken. Dus die plak ik later gewoon vast. Gewoon voorzichtig loshalen. Kijk, dan gaat de L mee. Maar dat maakt niet uit. Plak hem gewoon weer terug. En dan gaan we er weer overheen. Kijk, dan is ons glas al bijna klaar. En door de blanke lak zit die helemaal ingestilde glitters. Ze zullen
echt niet meer losgaan. De vinyl is ook geschikt om gewoon af te wassen. Nou, en ik ben heel tevreden met het resultaat. Ik vind ze super mooi en ik hoop jullie ook. Wil je er zelf nou ook eentje maken? En heb je geen snijmachine of wil je zelf geen stickers snijden? Kun je altijd eventjes kijken. Er zijn altijd bedrijven die het ook voor je uitsnijden. Of op andere plaatsen kun je zo'n dingen komen. Ik wens jullie een hele fijne dag. Ik hoop dat jullie natuurlijk dit een leuke tutorial vonden. En onthoud jongens, be unique!